Wij zitten aan de Roka-centrale, hebben de restwarmte van de elektriciteitscentrale in Rotterdam en hebben al 20 jaar warmte van en CO2. Wij maken zelf met 8.500 zonnecollectoren 1,8 megawatt stroom. En ik denk dat wij misschien zelf maar een 2/3 gebruiken. De rest leveren allemaal terug aan het net, aan de huishoudens hier in Blijswijk. Maar de hele tuinbouw moet steeds meer en meer verduurzamen. Dat is een opdracht die we gewoon met z'n allen hebben. Punt. Vanaf dag 1 dat ik begonnen ben, ben je daar al mee bezig. Maar de schoorsteen moet wel blijven roken. Dus op een gegeven moment joh, kost het €1 miljoen, als het maar iets meer dan €1 miljoen oplevert. Ondernemen is topsport. Dus je moet eigenlijk altijd het beste jongetje van de klas zijn. Om je klanten, je retail, je producten te laten kopen. Met weinig energie, met weinig chemische middelen, met alles wat erbij te maken heeft. De vrachtwagens drinken heel veel diesel, maar we proberen er met die vrachtwagens, met die nieuwe norm van die Euro 6 auto's, goed bezig te zijn, minder uitstoot, zuiniger rijden. Dat is bij ons in de chauffeurs een heel groot hot item. De ontwikkeling van hoezen, potjes en ook de dozen, 100% recyclebaar. De maatschappij is er ook aan toe nu en dat wordt meer en meer en dat is een hele mooie ontwikkeling. Hand in hand moeten we proberen die aardbol zo netjes mogelijk te verdelen.